Yo mensen, welkom bij deze speciale video, want dit is niet zomaar een video. Dit is namelijk mijn setup video, mijn setup tour. In deze video ga ik je laten zien wat er allemaal gebeurt achter de schermen met mijn livestreams en video's. Als je deze video leuk vindt, laat een like achter hier beneden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Support Create Coach Yoghurt Gamer in de item shop. En dan wens ik jullie veel plezier met de video. En we gaan dus nu beginnen. Voilà jongens, dit is hem dan, de plek waar ik lig te streamen. Ik heb juist een videootje opgenomen van Fortnite. We gaan gewoon elk item zo één voor één zo wat overlopen tot het einde. Om te beginnen, we hebben hier gewoon mijn PlayStation natuurlijk. Hè. Dat is wel logisch. Ik gebruik die natuurlijk om te gamen natuurlijk. Dat is ook wel logisch. Hè. Voilà. Dan hebben we hier een capture card. Deze capture card die zorgt ervoor dat ik dus mijn beeld van mijn PlayStation hier op de PC krijg in mijn programma bij OBS. En ik heb hem dus natuurlijk ook daar. Dan hebben we deze lamp. Deze lamp gebruik ik speciaal ook wanneer mijn greenscreen omhoog is. Dan, want anders is het licht. Ja, greenscreen dat werkt ook een beetje met licht. Dus ja. Dan gaan we een beetje verder. En dan zien we hier mijn webcam. Hè? Deze webcam. Het is, ik zal de prijzen ook zeggen van deze webcam. Deze webcam was normaal gezien 60 euro. Het is een heel goede webcam van Logitech. Deze video is trouwens niet gesponsord. HD. Het is ook van HD 1080p. Zo goed is die webcam. De tv, ja, de prijs weet ik niet, maar boeiend. Het is een tv. Dan hebben we hier nog. Deze gebruik ik nu als microfoon om tegen mensen te praten als ik bijvoorbeeld aan het livestreamen ben. Eigenlijk, ik gebruik het nu altijd als microfoon voor te praten met mensen via de livestream. Dus dat is eigenlijk de PlayStation camera. Ik heb de PlayStation camera ooit ook al eens gebruikt om te streamen. Maar nu gebruik ik die eigenlijk als micro. Goed, dan gaan we verder naar een van de leuke dingen, namelijk mijn gaming laptop, mijn gaming PC. Je ziet, mijn programma staat ook open. Deze gaming PC is hier zoals je kunt staan. Het is van Omen. En je ziet, dus, dit is dus mijn gaming laptop. En daar stream ik dus op en game er natuurlijk ook op. En zoals je ziet, de capture card stikt in, mijn microfoon stikt in, hè? Enzovoort, enzovoort. Deze gaming laptop was al zeker bijna 1500 euro. Het is een duur laptop. En hier heb ik mijn iPad. Ja, daar gebruik ik gewoon live om te kijken. Dat is niks speciaals eigenlijk. Dan gaan we naar het volgende. En dan zie je hier mijn computermuis. Het is zo'n gaming muis. Als ik die insteek, geeft die licht. Nu steekt die niet in. Want ik heb nu mijn microfoon insteken. Mijn webcam. En hier mijn capture card. Want ik ben zoiets van plan een video op te nemen. Maar het is dus hier een gaming computermuis. Van, even zien. Ja, wat maar. Goed genoeg. Het zal een Trust Gaming zijn. Enzovoort, enzovoort. En dan nog een van de leuke dingetjes, namelijk mijn microfoon. Juist nieuw. Die microfoon is juist nieuw en ik vind het echt een super nice ding. Echt, het is een hele goede microfoon. Echt waar. Deze microfoon was 100 euro. En het is gewoon een heel goede microfoon. Nog maar pas gekregen en ik ben er heel blij mee. En deze hoort er ook bij mijn microfoon. Dit ding hier. Dit ding kan ik gewoon op tafel zetten. En dan zo mijn microfoon hierin. Dus ik kan ook zo doen. Maar ik denk niet dat ik deze veel ga gebruiken. En deze draad hier, die hoort hierbij. Dus ja, dan hebben we hier dan mijn microfoon. Hè. Het is echt een super nice ding. Wacht, hè. Je ziet het. Mijn microfoon kan up. Zo, voilà. Beetje zakken, terugkeren. Zie je, het is echt een super nice microfoon. Heel goede geluidskwaliteit. Dan hebben we hier ook even mijn leuke dingen, namelijk mijn gamestoel. Mijn gamestoel, ik weet al niet meer hoeveel geld die heeft gekost. Maar deze is ook van Trust Gaming. Deze video is trouwens niet gesponsord allemaal. En hier, ja, mijn gamingstoel. Hè. Dat is een van de leuke dingen. Ja, hier een klein ongelukje gehad, maar het is niet erg. Ik ben al blij dat de rest toch heel is. En dan natuurlijk de greenscreen. Deze greenscreen is van Elgato. Deze video is niet gesponsord van Elgato. Hier hebben we dus mijn greenscreen. Ik ga een beetje uitzoomen. Hè. Die staat nu helemaal omhoog. Hè. Het is dus van Elgato. De Game Capture Card is ook van Elgato. Maar deze video is niet gesponsord door Elgato. Hier hebben we dan. Dat ben ik nog vergeten. Dat is speciaal voor de PlayStation. Dit is zo'n PlayStation ding. Waarmee je je opslag kan vergroten. Deze is zeker al meer dan 1 terabyte. Zelfs bijna 4 terabyte normaal gezien. Ik weet dat niet exact hoeveel. Maar deze is dus voor opslag. Dat je meer plaats gaat hebben. Op je PlayStation 4. En dat is echt een super nice ding. Ik weet niet hoeveel het kost, maar ja. En dan nog even een van de laatste dingetjes. Hier heb je gewoon een PlayStation controller. En hier hebben we een Fortnite muismat. En ik heb hier nog een Fortnite muismat. Ik heb hier gewoon twee muismatten hier liggen. Ik weet ook niet waarom.
En deze zo in mijn setup. Ik laat alles nog wel een beetje zien. Dus ik ga even helemaal rond. Mijn PlayStation hier, mijn gaming laptop enzovoort. Hier de microfoon, de gamestoel, de greenscreen. Ja, hier gebeurt het allemaal. Hier maak ik mijn video's, streams en zo verder. En zo verder, ja. Dus jullie hebben nu een exclusieve blik achter de schermen gezien bij Jochen de Gamer. Dat is toch echt een mooie setup, vind je niet? Laat eens eventjes achter hoeveel punten je op 10 geeft voor mijn setup. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Laat een like achter hier beneden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En natuurlijk, gebruiken jullie mijn support de creator code Jochen de Gamer in de itemshop. En dan zie ik jullie allemaal volgende video.